Je hebt ons enthousiast gemaakt en het lijkt bijna wel of ieder jaar meer mensen gaat betalen om hier aanwezig te mogen zijn. Want ik heb begrepen dat we dit jaar zelfs boven de 700 mensen uitkomen, ondernemers. En dat is denk ik tof en daar wil ik echt een heel warm applaus voor, dames en heren. René Jansen, de promotor achter het geval. Ja, dames en heren, hartelijk welkom op de Meer Business Netwerk en Haring Party 2009. We hebben een fantastische mijlpaal bereikt. 5 jaar Meer Business in Haarlemmermeer. Druk bezochte netwerkbijeenkomsten en 650 members. Daar zijn we trots op. Maar Meer Business bestaat alleen dankzij u. Want geen Meer Business zonder actieve ondernemers in deze regio. We hebben voor vandaag weer een mooi en gezellig programma. Met de Haring Party, proeverijen, wijnen, bubbels, whiskies, lekkere hapjes, niet te vergeten nekmassages, een 20-tal informatiestands van bedrijven in de diverse zalen en, dat heeft u wellicht al gelezen, als uitsmijter deze avond een spetterende kookdemonstratie van Pierre Wind, onze nationale ADHD-kok. Dan geef ik nu graag het woord aan Mieke Fleur en Christian Groeneveld, de presentatoren van deze avond. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dankjewel, René. Ja, Meer Business. De Netwerk en Haring Party 2009. En dat allemaal in deze prachtige zaal. Hartelijk welkom iedereen in deze mooie zaal, de ballroomzaal van het Claus Event Center hier in Hoofddorp. Een mooiere plek eigenlijk om een feest te geven, kan ik niet bedenken. Nee, ben ik helemaal met je eens, Mieke. Het is een hele feestelijke middag. En het leuke is ook, het is niet alleen feest voor Meer Business, want Meer Business bestaat 5 jaar. Maar ook de lokale omroep van Haarlemmermeer, Meer Radio en Meer Televisie, heeft een klein beetje reden voor een feest. Want wij zijn 2 weken geleden uitgeroepen tot beste lokale omroep van heel Nederland. En dat hebben wij zeker te danken aan het zakelijke netwerk van onze bestuursleden. En voor wat zijn we hier vandaag? Voor Meer Business. En om te netwerken. En om te netwerken, want daar gaat het allemaal om. 5 jaar Meer Business. Ja, 5 jaar geleden was onze eerste gastspreker nog geen burgemeester van Haarlemmermeer. Maar hij kwam pas in 2007. Eigenlijk pas 2 jaar geleden. Iets meer dan 2 jaar, maar toch voelt het zeer vertrouwd. Je kunt ergens iets meer dan 2 jaar zijn en voor de 3e keer de gelegenheid hebben om een gezelschap zoals het uwe toe te spreken. En dat beschouw ik als een bijzonder voorrecht, omdat u als ondernemend Haarlemmermeer met dit netwerk iets heeft neergezet de afgelopen 5 jaar wat bindend is in Haarlemmermeer. Dames en heren, wat mij betreft nogmaals een hartelijk applaus, niet alleen voor het jarige Meer Business, maar met name ook voor zijn initiatiefnemer René Jansen. Het is voor mij een groot genoegen om de eerste lustrumbijeenkomst van de netwerkparty te mogen openen. Dank u wel. Graag uw aandacht voor Jos Nijhuis. Ja, ik heb misschien een wat volle agenda, zoals u allemaal een volle agenda heeft. Maar ik kan natuurlijk niet zo'n uitgelezen kans voorbij laten gaan om voor 700 businesspartners en 700 klanten en 700 en meer omwonenden te vertellen over dat fantastische bedrijf Schiphol, waar we allemaal trots op zijn. Alleen die trots nog wat meer moeten laten blijken. Maar ik kom daar straks nog wel even op terug.
Natuurlijk wil ik beginnen met u te feliciteren met het vijfjarige jubileum van Meer Business, het ondernemersplatform van de Haarlemmermeer. Ondernemen in deze tijd is natuurlijk niet te vergelijken met ondernemen van 5 jaar geleden. Nu gaat het echt om ondernemen en nu worden we geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Wij hebben u allemaal nodig, we hebben uw ondernemingen nodig om Schiphol verder te laten groeien, om Schiphol te laten floreren. En ik denk dat u Schiphol nodig heeft voor uw eigen ondernemingen. Dus we hebben elkaar nodig en wat er op Schiphol gebeurt, daar heeft u baat bij en ook last van en andersom idem dito. Meneer Nijhuis, mogen we u nog even kort op het podium vragen voor de overhandiging van... Een hele bijzondere fles whisky. Hij is echt heel bijzonder. Geniet ervan. En mooie bloemen erbij. Bedankt voor de komst naar dit lustrum van Meer Business. Heel hartelijk bedankt. En een goede terugreis. Dan zijn we bijna toegekomen aan een heel feestelijk moment. Maar voor het zover is, hebben we eerst nog een korte paneldiscussie met 3 interessante gasten op het podium aan de hand van 3 prikkelende stellingen. Arthur van Dijk, wethouder economische zaken van de gemeente Haarlemmermeer. Tweede, Art van Berkel, dat is kantoordirecteur van de Rabobank regio Schiphol. En als derde, Jeroen Zwinkels van de Randstad Uitzendorganisatie. Dan gaan we er maar snel aan beginnen. Christian, u zei het al, u krijgt van mij een 3-tal vragen. En we houden ons daarbij aan het thema 5 jaar. In het teken van meer business. Hebben de laatste 5 jaar u gebracht wat u ervan verwacht had? Dit jaar is een bijzonder jaar. 100 jaar concours de piek. Meerlife gaat weer door. Ondanks alles gaan toch alle evenementen door. Ik moet ze natuurlijk nu allemaal noemen. Haarlemmermeer culinair, meer jazz hebben we gehad. Vergeet ik er nog één. Mysteryland komt er ook nog aan. Heel leuk om te horen wat iedereen voor plannen heeft voor de komende 5 jaar. Nou, 5 jaar is natuurlijk echt het thema van vanmiddag. We zijn toegekomen aan een heel feestelijk moment. Daarvoor wil ik nog 4 heren uitnodigen om het podium te betreden. Om te beginnen onze gastheren van vandaag, Rick en Leo Klaus. Onze burgemeester Theo Weterings wil ik ook graag op het podium uitnodigen. En natuurlijk de man die meer business is, René Jansen. Dames en heren, het netwerken gaat beginnen, de haringparty gaat beginnen, we hebben een moment van champagne, als het goed is wordt het nu allemaal uitgedeeld, het is de bedoeling dat jullie het allemaal in de rijen doorgeven, ook wij gaan toasten met z'n allen, mag ik daarvoor onze fles hebben? René Jansen, 5 jaar, meer business, proost! Niemand durft het te vragen.